op zijn pen spelen. Oh, het ziet eruit. Oh, dat zeg ik altijd. Ja, standaard. Nou, Eva is er weer bij, jongens. Ik wil even mijn jointje pakken. Laat ik vertellen hoe we filmen. Hè? Ja, ben ik klaar? Ja. Ja, zie je, dat kan niet. Jawel. Oh, het sloopt bijna de hele... Oh, ik zie er ook niet altijd van zijn. Ik heb schijt aan. Ja, maar ik vind dat jij er moet vasten, want jij kent het altijd heel goed. Je hebt de klauw vol. Met een kutgeluid erachter. Je kutgeluid. Kut. Hier. Oh. Jij bent er wat toppen erin. Nou, kindje. Vertel het eens. Wat gaan we vandaag allemaal doen? We hebben zo meteen een interview. Ja, met weet ik niet wie, maar dat weet jij wel. Ja, dat heb je ervan. We weten bijna niks meer te vertellen. We hebben alles al aan elkaar verteld. We hebben alles al geroddeld. En, Ja, dat was ook heel erg nodig. Oh, Pididi het klein. Pididi. Pididi. Oh, ik kijk ook nog. Pididi. Weet je dat er ook vervelende mensen werken in de action? Vertel. Nou, wij kwamen... Wij kwamen binnen. Ja. Gelijk toen we bij kwamen. Gelijk lachen. Oh ja? Ik hoop echt dat ze allemaal de pleurs krijgen. Ik hoop dat ze zo de bloedkanker krijgen. Damn. Nog redden. Ja. Usher en Catch of Weetie, Usher. Usher in het zout, ja. Oh. Waarom maak jij puin in mijn keukentje? Hm? Jij hond? Jij oh, je hond. Joekel. Moet je eens kijken, kom al, tulpen uit. Ja, het begint warm weer te worden. Ik heb het fucking heet. Zo is beter. Ja. Zo is het. En wij gaan gelukkig ook niet dit weekend, maar volgend weekend. Het heel gezellig maken. Ja, dat heb ik al verteld. Iedereen is welkom. We zijn in de stad. Oh. Ik zeg niet waar we zijn nog, want daar kunnen we daar mensen die ik niet wil zien. Je weet wel, sommige mensen die we niet willen zien. Ja, zoals Trouwens, weten jullie trouwens mensen dat jullie geen bros moeten eten? Bros is heel slecht. Nee, maar die bedoelde ik niet eigenlijk. Nee, maar ik bedoel, bros is ook sowieso heel slecht voor de gezondheid. Ik kan beter een Twix of Mars eten. Want van bros krijg je... Brosstanden. Ja, en een dodelijke ziekte kan ook. Was op RTL Nieuws. Heb je het gehoord van die pedofiel? Wat pedofiel? Op de radio, die honderden kinderen heeft misbruikt. Oh, die van 60 waar jaar. Waar twee van zijn aangifte hebben gedaan. Nou, die pedofiel, weet je wat ze ermee moeten doen? Nou. De lul afhakken, zo in de mond houden en hem zo laten stikken in zijn eigen lul. Precies, en ook zoutzuur erop gooien. Zoutzuur, gewoon flink laten leien. Een bejaard kun je rekken, die kon duwen. Ja, ook dat. Maar als ze dat eraf hebben gesneden, dan moet je er gewoon zoutzuur op strooien. Dan vreet het ook gelijk weg. Ja, de afgelopen. Ja. Ja. Het is nu 3:30, we moeten nog een half uurtje wachten. En dan belt ze dadelijk weer. Hallo! Oh, Lord, heb je... Elke keer, er is iets in de weg hier. En lijkt het mensen vallen. Kom eens even sjorren. Nee. Sjorren aan mijn lul. 5 minuten later kwam dat spul. Weet je wat ik heb meegemaakt laatst in de trein? Vorige week woensdag. Vertel. Ik ging even naar Venlo met de trein. En in de trein was er een man die accordeon speelde. Maar er was iemand van... Ja, niet van hier. En toen kwam hij dus een coupé binnen. Moet je wel lachen. Ja, Hij kwam ineens zo tuturututuru. Maar er was een passagier, die vond dat niet zo fijn. Dus wacht even, wat is tuturututuru? Ja, die accordeon. Hij kan zo tuturututuru. En hij zo... Blalalala, nog eens zo. En die vent zo in de coupé, hij zo stond op, pakte hem vast. Rot zo met je kankermuziek. Hoi. En hij dumpt hem zo keihard naar voren. Dus die vent flikkerde op de accordeon. Toen was het door de trein. En ik als eerste lachen natuurlijk. Ah, ja, okay. Oh, nou ik zag een man in Amsterdam die deed blokfluit spelen. Ja, dat is echt maar die had het koud. Die deed alleen maar... Kreeg hij er ook geld voor, hè? Nou, Nathalie heeft hem geld gegeven. Ah.
Maar ik zei, moet je niet doen. Maar ja, dan kan hij nieuwe tanden kopen. Bij Geer van der Verpen, van die nepgebitjes, weet je wel. Want die had geen tanden meer. Kan hij misschien ook iemand uit de straat benemen, ook voor nieuwe tanden? Weet je dit? Yes, darling. Hey, hey. Oh, ik ga die kinderen... Lelijk. Wij zien er altijd hetzelfde uit op de video. Ja, is ook jij zo. Ziet er altijd hetzelfde. Je hebt altijd dezelfde haren. Ja, dat vind ik... Nou, en? Dus? Moet een blonde haar hebben of zo? Ik ben zoals ik ben. En ik heb de rest op elkaar. Oh. Wat is dat? Dus mensen zien er altijd hetzelfde uit. Kijk, je moet beter. Dat ding stinkt, man. Aloe vera. Dit is aloe vera. Ja, ik heb ook aloe vera. Kijk, dat is even lekker. Daar groei je heel goed van. Kijk, aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. En wie is dat? Dat is je pet van, dat is het dan. Kan je voorstellen? 15 jaar en al zo'n snor hebben. Het was echt met die bradlap volgens mij. Nou hier, regel het. Dat is iets grappigs. Ik heb jeugd aan mijn kut. Is dat grappig? Jeugd aan mijn gaat, aan mijn put. Mijn puttelen. Ja. Mijn puttelen. En nou zit ik hier zo. En ik ben bijna 2 maanden al gestopt met roken. 2 maanden is zij al gestopt met roken, mensen. Laat even een berichtje achter voor Eva van... Goed zo, dat ze al 2 maanden gestopt is. Dat moet je maar kunnen, hoor. Dankjewel. Ik ben al 2 maanden gestopt met seks. Oeh, girl! Girl. Nee. Het is helemaal dichtgegroeid. Spinnenwebben, de zwarte weduwe zit daar. Dat geloof ik niet. Oh nee, ik moet elke avond dat deeldoetje in mijn kut bouwen. Dat is punt 1 en punt... Tering. Wat was dat van haar van? Ja, dat was echt zo'n muttelie gorgel. Dat was een gorgel, ja. Wat is dit wat of iets? Oh, wauw, buurman. Oh, oh. Oh, moet je kijken. Dat is echt een enge man. Ja. Dat is een man die heel vaak aan zijn lulletje trekt. Stiekem in een hoekje. Ik krijg een lamme arm. Ik ook. Zoog ze hem kijken. Ja, joh. Ik zoog hem kijken naar mij. Ik denk wat uit en hoe dan. Ik draai zich soms ook op handen. Ja, zo is het. Hier is hem kijken naar mijn titel. En naar mijn kut. Maar ik laat hem dadelijk ruiken aan mijn kut. Dan valt hij zo dood neer. Dan leg ik je zwart op wit. Wat wilde je nou beweren? Hè? Oh. Nou, het is nu al 4:05. We gaan maar eens langzaam naar de Picardy lopen. Wat een verkeer hier allemaal. Kijk wat ik tril. Zie je dat? Alzheimer. Oh, dat moeten we niet zeggen, want dat is heel erg. Ach. Oh, ja, ik wou net zeggen, we maken het uit. Wat wil je wel niet allemaal roepen? Ja. Nou, kind. Goedemiddag. Tot ziens. Dag.